Ja, het feit dat hier een volledig intact skelet van een paard gevonden is op de paardenmarkt, is denk ik wel iets wat tot de verbeelding spreekt. Hè? Welkom op onze site Paardenmarkt 94. Het is een site met een hele rijke geschiedenis. Het bijzondere is dat sinds de eerste steenlegging van het Knechtjeshuis dat sindsdien altijd voor onderwijs gebruikt geweest is. Maar doorheen de tijd zijn er heel veel uitbreidingen gekomen aan het complex, wat het alleen maar heeft uitgebreid. En waardoor dat wij eigenlijk nu in 2023 ook staan voor een nieuwe uitbreiding en waarvoor dat wij gezorgd hebben om het complex eigenlijk echt als een eenheid te laten fungeren. We hebben eigenlijk het geluk gehad dat we hebben kunnen samenwerken met een uitgebreid projectteam, waarbij ook een restauratiearchitect aan te pas is gekomen en daarnaast ook een aannemer die eigenlijk de nodige vakkennis heeft. Onze industriële ingenieurs die hebben hier altijd les gehad. In 2016 zijn zij verhuisd en toen bleek dat de oppervlakte die zich hier aanbood, dat heel geschikt was om productontwikkelingen te huisvesten. De restauratie van de site was belangrijk omdat de gebouwen niet meer voldeden aan de hedendaagse normen en ook niet aan de eisen van de opleiding. Naar duurzaamheid toe hebben wij ook gekeken om de binnenplaats te ontharden, zoveel mogelijk te vergroenen. En dan merk je ook aan die binnenplaats dat een veel gezonder klimaat is. De ruimte tussen de verschillende gebouwen werd overkapt. Dat is dichtgemaakt met een glazen dek. Nu, blijkbaar zat deze site op een vliegroute voor gierzwaluwen. Omdat we dan die atria construeerden en de gebouwen verbonden door glazen gevels, zouden de diertjes vliegen tegen dat glas. Wij moesten maatregelen nemen. Dat is dan ook gebeurd. Dat zijn de streepjes die op het glas hangen. En omdat wij dan ook hun nesten wegnamen door die atria te maken, konden zij geen nesten meer bouwen in de dekgoten, hebben wij moeten compensatienesten voorzien. En dat kan u zien in de oversteek van de dekgoot en in de metalen roosters. Het meest bekende gebouw vooraan aan de paardenmarkt is natuurlijk het Knechtjeshuis. Dat is een beschermd monument. Die houten structuur die had wel wat zorg nodig. De spandbenen zijn volledig vervangen. Er zijn heel wat houten elementen volledig vernieuwd. We hadden het geluk dat we een hele goede schrijwerker hadden die de ambacht echt wel in zijn vingers had. En die heeft alles echt heel zorgvuldig vervangen. En dat kunt je ook zien. Ik denk dat er verschillende pronkstukken zijn van deze renovatie, maar natuurlijk het geheel. Maar wat dat eigenlijk voor ons toch wel bijzonderheden zijn, is bijvoorbeeld het pompgebouwtje aan het Knechtjeshuis, vanwege zijn historische relevantie. Daarnaast ook de kelder van het Knechtjeshuis, die volledig is uitgediept geweest, om er terug een bruikbare ruimte van te maken. En ook de gevel die we eigenlijk in de laatste fase toch hebben meegenomen om te restaureren, omdat die toch wel het pronkstuk is van de binnenkoor. Thank you.